Soms word ik gevraagd, wie is Jan Bart? Wie is Jan Bart? Jan Bart? Is het Jan Bart? Wie is Jan Bart? Wie is Jan Bart? Mulneer. Jan Bart, is dat twee personen? Is dat één persoon? Ik weet het ook niet. Hè? Waarom moet je kind twee fucking namen geven? Het is ofwel Jan, dat is ofwel Bart. Met zo'n naam zul je multiple persoonlijkheidsstoornissen krijgen of zoiets. Ik weet niet, misschien is het een specialist in multiple. Zit er een fucking lul op een motto die voorbij komt nu ook nog. Hè? Dan weet ik nog altijd niet wie dat Jan Bart is. Dat is wel een heel toffe gast. Welkom bij de 22e aflevering van Jan Bart. En week 22 bracht ons corona. Ja, minder leuk nieuws dus. Maar onze oudste dochter is positief getest geweest en dus vloog zij zonder boe of ba in haar kamer. Alles werd er dan ook aan gedaan om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. En dat betekende dan ook testen, testen en nogmaals testen. En hoe diep moet dat? Dat heb je me leuk vindt. Ja, dat met als gevolg dat de verjaardagsfeesten van de twee jongste Telgen helaas genoeg volledig geannuleerd moesten worden. We nemen liever geen risico. En ook de Sint, want een Ieper komt Sint Maarten op 11 november, die moest het veilig aanpakken. Voor een van de weinige keren dat onze oudste dochter haar kamer dan mocht verlaten, moest dat gebeuren met mondmasker, de deuren stonden wagenwijd open. En gelukkig hield de Sint voor het plaatsen van de cadeaus rekening met voldoende en veilige afstand. Ja, en ook voor mij was het heel belangrijk dat ik weinig risico nam. Er stonden deze week namelijk een aantal optredens gepland. Dus los van de PCR-test en de vele sneltest, heb ik mij een week lang hier in deze ruimte teruggetrokken. En gelukkig konden we deze week veilig en gezond naar Gent vertrekken voor een korte try-out van eerste hulp bij ergernis. Dit in Comedy Café de Roes dankzij Domin Vloebergs. Al heeft het net gestarte Lichtfestival daar in Gent toch wel voor de nodige extra stress gezorgd. Let op, langzaam rijden tot stilstaand verkeer vooruit. Wel ja, inderdaad. Het is een goed idee om blijkbaar in Gent op te treden op de avond dat Lichtfestival begint. Hopelijk ben ik op tijd. Wat een timing. Vertrokken om ongeveer een uurtje op tijd te zijn, op de maxken iets te kunnen eten. En toegekomen ongeveer een half uur te laat. Zijn jullie klaar voor de laatste? Je heeft gelukkig veel mogen aanstruimen voor hier te vragen. De laatste voor de pauze. Vraag jullie aan Pils de enige echte Jan Bart de Mulenare! Veel mogen aanspreken vandaag. Ik ben ook West-Vlaming, ik kom wat dieper. Ik kan in de rit naar hier kunnen kijken naar de Lord of the Rings op mijn smaak. Extended Edition. Een heel erg toffe try-out locatie, of om het met de woorden van Domien te zeggen, die het zelf niet meer wilde herhalen. Nee. Het is een club om mensen een kans te geven, kom maar. Dat klinkt al. Nee, jammer. Een heel erg toffe try-out, dan had ik toch een kleine inschattingsfout gemaakt. Oké, en wat was nu het probleem van de try-out dat ik in Gent gedaan heb? Ik heb heel veel geselecteerd, heel veel van de dingen dat ik wilde doen. En er was zo geen algemene structuur. En de opmerking dat ik ook nadien kreeg van een aantal bevriende collega's, was dat een aantal zaken de mist in gingen, omdat ze niet binnen de context van een afgerond verhaal zaten. Nu ook weer met alles wat hier gaande is in huis, is het redelijk druk geweest. Binnen een uurtje moet ik al vertrekken richting Beernem voor het optreden met Bart Grim, Kevin van den Einde en Nigel Williams. Dus de tijd dringt. Ik onderbreek hier snel, want over het optreden in Beernem kan ik eigenlijk heel kort zijn. Het was een tof optreden, 20 minuten lang een heel erg aangenaam en tof publiek voor ons gehad. Maar ik zelf heb amper tot niet kunnen try-outen. Dus ik heb het vooral gehouden bij oud materiaal. Als je hard genoeg duwt, weet je direct wat de witte toetsen zijn. De omstandigheden, de mindset, het zat er niet in voor mij om daar op dat moment te grijpen naar het nieuwe materiaal. Maar het was een heel erg toffe organisatie voor een tof publiek. Ik geef nog hartjes voor de zekerheid. Waarvoor nogmaals dank aan het nieuwe verleden en Andries. Het was een blij wederzien met collega's Kevin, Bernem, Bart en
na Julius. Ik kwam en zei, heb jij iemand verloren tijdens de coronacrisis? Ze zei, ja, mijn zus, die haar bril was aangedampt met dat mondmasker en ze is op de verkeerde bus gestapt. We hebben ze nooit meer gezien. En hoewel het 20 minuten lang heel erg tof spelen was, was het blijkbaar niet het moment voor mij om te try-outen. En zo komen we aan het eind van de toch wel door het virus genomineerde 22e aflevering van Jan Bart. De oudste dochter stelt het intussen perfect en het ganse gezin testte onlangs nog allemaal negatief. Toch zit mijn zoon door een besmette juf thuis in quarantaine. Wout, wat vind je van corona? Zo moeilijk is dat niet, quarantaine.